Ja hoor. Daar zou je ze hebben. De mannen. Hey jongen. Hoe is het? Hey, morgen. Yo, wat gaan we doen vandaag? We gaan eindelijk weer eens lekker vissen met z'n drieën. We gaan vissen vangen. Dat gaat gewoon weer gebeuren en ik heb er zin in. Lekker. We hebben de blauwe bus. Ik bracht vorige keer ook geluk. Ja jongens, eindelijk een keer wat te doen. Hoi. Personeel. Ik moet even aan de kant zetten. Ja, zou ik wel even doen. Yes. Hoi. Kijk, dit staat mooi geparkeerd. Hey, hebben jullie veel spullen mee? Nee. Niet? Nou, even een nachtje vissen met z'n drieën, joh. Heel die bus weer voor. Desperate onderzoek. Wat? Zo, dat is niet heel beter, joh. You got me burning. Goed beginnen, zo. Goed lekker beginnen. Jongens, het lijkt wel Frankrijk-praktijk, hè? Veel te veel spullen mee. En weer met de blauwe bus. Voor één nacht. Gewoon bus, jongen. En daar hebben we de strijders. Trouwens, ik ga eerst even kijken of het vrij is. Dat vind ik een goed plan. Want anders moet ik even alles uitpakken. Is het vrij? Ja, voor mij wel. Het scheelt dat we weer weinig spullen mee hebben. Voor één nou, we moeten eerst even kijken of het wel vrij is staan. Want er zitten eigenlijk best vaak vissers. Oh ja. Dat zat wel ijskoud zijn. Dat zijn heel andere. Yeah, the Azarium Hebbers. Yes. Summer ready. Weg met dat vieze smeren dingetje. We hebben hier een mooie DW-visity polo. Helemaal verpakt en wel. Mooi ingepakt. Die kun je zo in één keer kapot scheuren. Dat kan ook allemaal. Chaka. Heb je nog een kaartje ergens in zitten? Nee, hè? Nee. Nou, kijk, dan gaan we wel helemaal geregeld. Gaan we even aantrekken. Gaan we lekker soepel. Gestreken en wel. Wat zeg jij? Gestreken en wel door onze grote wietse. Ja. Dat is wel goud, hè? Hier, nou, hoe mooi we het hebben. Helemaal netjes, helemaal strak in pak. Lekker! Nou wordt het vangen. Ja, ik heb er vertrouwen in. Gelukspeulen, hè. Luister, dames en heren, de afgelopen 7 sessies dat ik heb gevist, elke sessie gefilmd, elke sessie alleen maar brasems gevangen. Ik was even hopeloos, ik zat er doorheen, maar een week later en we hebben er weer volgens vertrouwen in. Alles goed voorbereid. En we gaan knallen. Ja, toch. Huh? Hij heeft barre mannenvervoer. Yes. Ja. Hier, ik, sowieso. En hier hebben we de andere barreman. Ja, knallen. Zo, een lekker karretje hoor, Daan. Ja, lekker. Knallen met je banden. Hey, vieze vuile hond. Vieze vuile apenpijper. Ja, geef de vis maar uit. Ja, best. Hey, lekker bezig. Ja. Laten we even zien hoe het moet. Oh, joh. Oei. Stevens. Netjes. Mooi begin van de sessie, hè? Zo is het. Daar hebben we hem, de kindsoldaat. Strijden voor het vaderland. Lekker. Doe je nou weer de kar om, zag ik dat nou goed? Ja, zag het goed inderdaad. Lekker, wietsen zeker weer. Ja. Genieten. Prachtig. Zo hoort erbij, jongens. Ja, we zijn aangekomen op de stek. Het is bizar mooi. Acht meter te mooi om waar te zijn. Maar er schijnt een heel goed bestand te zitten met veel uitzetten, spiegels. Het wordt goed onderhouden door de visvereniging. Vandaar dat je niet zomaar kan vissen. Er zijn zuurstofpompen worden toegepast. Alles eigenlijk in het welzijn van de karper. Dus hele mooie vooruitzichten, een gezond water, mooi water. En gaan we knallen. Een goede weersomstand erin, hè jongen? Zo is het. En we zijn alleen, dat is ook mooi. Dat is zeker relaxed. Hé, Knul? Ik zie het al helemaal, jongen. Ben je tevreden? Ja, ik ben gewoon bang. Die takken en zo. Ja, ik zit ook tegen iets. Ik zet het er mooi uit de overkant. Er liggen sowieso veel takken onder water. Ja, maar het moet goed komen, jongens. Nou jongens, ik heb knalkorst opgewarmd, maar het water is een beetje heet. Dus je moet creatief zijn, we hebben hier een boy nat. Ga maar even uithalen. Kijk, ja kijk. Het is net een verse Hollands nieuwe. Altijd handig, wietsen die scheelt opwarmt. Kan ik wel lekker mijn haakjes en krimpen. Dus je ziet vier nieuwe onderlijnen. In de Unox. Wat ik er toe sta, dat is bijzonder. Het water is nog niet eet genoeg, dus het wordt zonde. Nee, we krimpen het ook echt voor een meter, hè. Jammer joh. Jammer. Als het al geen smullen wordt, dan weet ik het ook niet meer. Lekker. Ik heb er nu al zin in. Ondertussen alle onderlijnen klaar aan het maken. Ja jongens. Daniel is zijn leaders aan het splijzen. Kijk. Vis veilig maken. Ja jongens, komt helemaal goed met die jongen. Prachtig. Zo hoort het. En niet anders. No. Nou dames en heren, het is ondertussen een uurtje vacht. Alle hengels zijn klaargemaakt. Wiets is er klaar mee. Chit is er klaar mee. Klaar voor. Ik heb hier ook twee mooie onderlijnen liggen. Ik ga vandaag vissen met Particos van tijgernotenkoper.nl. Wat heb ik voor een mooie mixie. Tijgernoten, hennep, boekweit, pellets en tonijnolie allemaal door elkaar. Even 5 dagen laten staan of zo. 24 uur gekookt. Voor 10 uur 's avonds besteld. Morgen in huis. Ideaal. En de keuze is gevallen vandaag. Op 2 rode gesookte squid tijgernoten. Op het bedje voer natuurlijk. En de andere hengel gaan we bevissen met een snowman. Met een kleine 12 mm barbecue pop-up op een tijgernootje. Kim kan er wel eens doen.
En ja, goed, we gaan weer lekker volblaffen dat bootje. En dan gaan we varen. Woehoe, het is eigenlijk zover, jongen. Deze voor jullie. Zo jongens, we gaan weer gooien voor de stek. Het is eigenlijk een beetje een traditie aan het worden. We hebben daar een mooi emmertje leggen, een deks van de emmer. En eigenlijk, als je in het midden gooit, dan heb je gewonnen. En ja, als je een beetje er ver buiten gooit, dan heb je niet gewonnen. En dat gaat om de stekkeuze. Stek nummer 1. Nummer 1 en 4. Dit wijst is nummer 1 en 4. De tweede is nummer 2 en 5. 2 en 5 en die andere... 3 en 6. Ja, nou, best fantastisch. Toppie. Zal ik beginnen? Het wordt spannend, het wordt spannend. Nee, begin jij maar. Ik begin wel. Oké. Okay. Deze was voor jou, kijk eens. Lekker. Oké. Okay. We gaan hem onderhands worpen. Even over het schoudertje gefilmd, hè. Je moet vanaf de jas gaan, hè. Klaar, deze. Nou, hij is niet eens slecht. En jij? Ja, die is ja. Slecht. Houd dat ding vast. Ja hoor, ja, dat is wel lekker. Die is wel lekker, hè. Okay. Wietse die gooit hem toch slecht? Wietse gooit hem 3 meter overheen. Die gooit zo die kamer om. Gooi de veel als je zo. Gooi! Nee joh! Gewonnen jongen! Nee joh. Stekje nummer 1. Ah, lekker. Nee, doe even normaal. Ja. Geef gewoon handen. Geef handen hier. Hoppa! Maar we gaan alsnog vangen jongen. Ja. Het zou toch wel weer lachen zijn zo met die boompies. Inderdaad, stand van zaken. Drama. We kunnen waarschijnlijk niet uitvaren. Want? Want de afstandsbediening die reageert niet. Dus we kunnen het capje niet openen. En dat is raar, want het zijn nieuwe batterijen. Hoe moet ik dit doen? Alles kan kapot. Behalve wij. Hey jongens, je ziet het mooi. Het mixje vandaan heb ik erin gedaan. Dat zijn de tijgers, boekwijd hennep en een beetje van die bloedworm pellets. Daarbovenop ga ik een Ronnie vissen. Dan zie je daar overal hangende struiken. En dan je hebt eigenlijk overal bomen behalve daar. En waarom ga ik vandaar liggen? Ik denk dat daar de meeste kans op tap op de bodem. Doordat daar de meeste bomen zijn. Dus daar ga ik weer aan. Let's go! Gaat dat dan worden, jongen? Ah joh, moet het. Eerst dat is echt de laatste stek waar ik hem neer zou leggen. Dus dat is mooi. Ja, echt? Ja. Zo. Nee, geintje. Ah joh, we zien het vanzelf. Wie niet waagt, wie niet wint. Wie niet waagt? Die werkt maar. Dat leuk. Maar dat was even groot, want we zitten in de buurt van het vliegveld. Dus je mag hier helemaal niet vliegen met de drone. En mijn vader wil een account, dus die moest het even inloggen. Het was heel gedoe, alles verifiëren. Maar goed, hij doet het. Ik kan een paar mooie shotjes schieten. Oh, lekker. En het eerste helmetje ligt. Zo is het. Ja jongens, je ziet het goed. Twee dingen om mijn nek hangen, het is fantastisch. Want dan kan ik precies zien waar ik hem neerleg. Ik ga het tegen de overkant leggen, daar zo naast die boom. Voerbootje ligt vol. Ik ga vissen met een... op tunaboli met een fake tijgernoot pop-up dingetje met hennep erbij, tijgernootjes erbij en wat bolies onderop. Eigenlijk een aardig vol bootje. Brazenbootje. Brazenbootje, zeker weten jongens. Knal maar in. En gaan lekker uitvaren. Geen woorden maar dalen. Heb je? Hij is signaal kwijt. Oh, moet er ook met zijn. Dat zou echt kut zijn. Nee, niet. Hij hoopt dat hij nu het signaal weer terugvindt. Vrees de ergste. Nou, toch gebeurd? Kloten, zo. Mooi. Maar even leuk met de drone aan het vliegen, dit dat. En er zit hier inderdaad wel mijn vliegveld in de buurt. Nou, niet te gek gedaan vlogen, denk ik. Het zal zijn 50 meter ver. Een beetje aan Wiets laten zien. Dan denk ik, verbreekt heel de verbinding. Valt dat ding in het water. Maar ja, leuk, €450 weg. Kloten, zo. Nou, mogen we wel vis vangen. Dat is niet leuk. Nee, dat is totaal niet leuk. Godverdomme. En die fan die zeggen, hij ligt onder de grote boom in het water. Maar ja, dat ding dat reed natuurlijk niet. Nee? Nou, daar ga ik niet van uit. Ik ga het wel even opzoeken. Misschien dat ik die SD-kaart nog kan redden of zo, maar... Maat, even heel het leven. Maar ook gewoon helemaal ook niets. Ik ben nergens even aangevlogen of wat dan ook. In één keer, alles is opgeladen. In één keer zegt hij, zie jou los. Bam, hij valt in het water. Meuk. Dieves, zo is het. Godverdomme. Vuile honden zijn het. My. And today we're talking in English. Nou jongens, de Engels liggen. We doen het toch maar niet in het Engels. Mij te gek. Maar ja, het moet eigenlijk wel goed komen. Wiet is gelijk even wat richtjes weer aan het knopen. Sowieso. Man. En ja, we zijn alle drie een beetje ja, onzeker. Onzekere dagen. En ik ben boos. En Daniel is boos. Maar het moet gewoon goed komen. Het kan niet anders. We zijn met de blauwe bus, hè? Die brengt geluk. En we liggen wel echt goed verspreid te vissen. Ja, en moet je dit nou zien, jongens. Prachtig tentenkampje natuurlijk. En hengels met voerbootje uitgevaren. Nieuw aas, goed vers gekookt. Dus eigenlijk kan het gewoon niet mis. Zou je zeggen van niet, hè? Je zou zeggen van niet, nee.
Het tijd voor een hapje zo meteen. Dat is ook zeker waar. Het is bijna donker, ongeveer de langste dag van het jaar. En twee vissen gezien springen. We hebben nog geen brasem gehad, hè? Nee. Maar wel een soort van brasem aanbeetje. En verder is het gewoon super gezellig op de stek. Hè? Ja, vanuit. Sowieso. Vanuit. We zitten al lekker de buitenlandse trips door te spreken. Want we gaan naar Slovenië. En ik ga ook nog met mijn neef Aaron ook nog 4 dagen naar Frankrijk. Dus er komen sowieso, ja, ik denk wel minimaal 4 buitenland video's dit jaar aan. Ja. Toch? Ja, en we gaan binnen deze maand gaan we. Binnen deze maand inderdaad. Dus even lekker testen voor toegang. Nee, ja. Dat gaan we niet doen. Maar ja, we hebben er zin in. We gaan knallen. Voer morgen bestellen. Mooi, even een grote bulk. Gaat helemaal los. Hey. Hoi, je bent blij mee? Nou hoor. Jongens. Jongens, we zijn live. We zijn live. Kijk eens even. Camera mee. Met een kromme top. Dat is niet te geloven. Jongens, ik krijg er wel een bonen van. Zo, mag je dat even. Zo. Kijk eens, gauw! Nee, geen brasem meer, jongens. Purper. Ja, vertel eens wat we gaan doen. Oh. Hey. We zijn live op Insta, jongens. Hier een shout-out naar alle maten. Dat mag er nog even eentje live. Gezellig, gezellig. Zo, echt mijn hart, jongen, die zit helemaal hier. Maar dat snap ik wel. Hij ging hard? Hij ging fucking hard. Ja, jongens, toch even een mooie. Ik dacht van, kijk, weet je, een hele aantrekkelijke stek hier zo. Ja. Tegen het eiland zal waarschijnlijk iedereen vissen. Ik denk, deze ga ik gewoon voor de kant doen. En eigenlijk ging denk ik pas 2 uur in, misschien 3 uur. En hij ging gewoon af. Ja, en we zagen die. We zagen al vissen springen, hè? We zagen vissen springen inderdaad. Eentje wel bij het eiland en eentje hiervoor. En hij voelt het voelt goed aan. Ziek, dus ziek, we gaan ziek. Zien. Zal ik even een schepnetje pakken, jongens? Dat is toch lekker, jongens. We zijn nog steeds lekker. Ja, even voor jullie beeldvorming. Wow. We hebben best wat reacties gekregen van zijn jullie niet meer zo fanatiek? Of wat is er met jullie aan de hand? Hebben jullie ruzie of zo? Maar ja. Echt oprecht, we hebben dit jaar fucking veel gevist. Echt mega veel. Ook gewoon met z'n drieën, met z'n tweeën. Maar echt zoveel gebrengd. Het is niet normaal. Dus nu gaat het goed komen. Misschien hangt die droom van mij er wel aan. Ja, vannacht gaan we knallen. Ja, oei yo, oei yo, oei yo. Quinty kijkt ook even mee. Quinty, hoe is het? Hey, lekker chef. Tik hem aan. Nee man. Lekker man. Hey joh, het gaat keihard regenen. En? Cat in the net. Nou, hij is toch nog best wel hoog. Ja, dat is wel een mooie vis. Hoppa. Hoppakee, hey. Hey, lekker jongens. Applaus voor Wietse. Hey. Handel. Nou jongens, gaan we eens even kijken wat er buiten is. Laat eens even zien, jongen. Ja, jongens. Vanaf nu. Nou, hij is toch wel best wel hoog nog. En een spiegel. Hey. 8, 9 kilo is een live video gaat uit. Je ziet het morgen allemaal live op deze visie. Kijk. Nou. Dat is een sneak preview. Bijna, misschien wel. Ja. Kijk dan, kijk. Nou, we zijn bezig met de vis van Wietse. Hij is helemaal een zak, joh. Mijn piepje die gaat ook als een haasje vandoor. Ik was er een brasem aan om te zeggen. Kijk. Ja, daar hangt wel wat aan, hè? Ja, jongens, 11,2 metsing. Dus hij is. Hey. Ja. Hey. Ja, kut. Dat is sowieso een brasem. Ja, dat komt zo wel, joh. Ja, misschien wel een karper. Ja, ik weet het niet, wat helemaal gek. Ja, wacht maar. Stel, een karper. Ja. Hier. Pak je deze? 100% een priem. Ja, ik denk een brasem. Wiet is wel van karper, hè? Je weet het nooit. Vis? Ja, sowieso vis. Ik denk, heel eerlijk gezegd, een brasem. Maar je weet het nooit. Huh. Ik ben normaal, zeg. Schoot hij los? Ja, het was sowieso een brasem. Hij is daar af van in je. Raar, man. Hij zag er aan de run. Dat was een brasem. Nou, goed lekker in de regen. Wietse heeft de eerste vis op de mat. Het gaat helemaal los. Ah! Mooi, weer zo'n slag. En het is leuk. Ja, normaal gesproken vind ik in de geloste vis wel erg. Dan weet ik niet waar dit aan lag. Ja goed, dit was zeker weten een brasem. Zo voelde het aan. De run was zo. Dus ga er ook niet wakker van liggen. Dus laten we even hier liggen en gaan we even Wietse filmen, ja? Zeker. Voordat het losbarst. Weer een mooie vis, hè? Mooi. En een mooie bek ook, gewoon. Nou, ze zijn wel lekker actief in één keer. Een brasempier, een karpertje. Zo! Wow! Jezus! Hey, de kabel was nog! Niet een vuile hond! Ja, godverdomme! Ja, zo, helemaal back zit onder, kijk jongens! Hij is wilde unit. Hey, hier, maak even dat ding zo. Zo.
Die spiegels zijn altijd zo wild, hè? Goed was hij, goed was hij. Heel zo okay. Onder. Jongens, daar is hij dan. Hey, hey. Ja. Ja, jongens, ja, hij is zo wild, hè? Ik heb een regen, joh. Weer een mooie foto, moeie. Yes, jongens, kijk eens. Wat een prachtige spiegel. Ja, hier ben ik toch blij mee. Eerste serieus vis van het jaar. Punt gaaf, hij kwam tot tijgerneugjes. En hij woog met weegzak erop 11,2. Dus hij zal ongeveer rond de 10 kilo zitten. Ja, dit doet mij goed. Het is 11:15. Die hengels dragen een uurtje of 2,5, misschien 3 in. En hij ging gewoon. Tijgerneugjes voor het kantje. Ik zal even de andere camera laten zien. En dan mag hij daarna weer lekker gaan zwemmen. Mag hij lekker zijn oma halen. Zijn oma. Zijn broeder. Zijn brada. Zwaar blijven van zus. Altijd mooi om in deze regio een spiegel te vangen. Wat eigenlijk helemaal vol zit met schubs. Nou ja, dit is toch top. Tijdens de livestream, hè? Tijdens de livestream. Ja, we waren live aan het gaan op Instagram. Volg ons daar ook. Mega leuk. In de regen. Een fotootje en dan weer terug, jongens. Ik ben er super blij mee. Lekker, man. Prachtige uitzetten. De uitzetter wordt uitgezet. Hey, dat is waar. Mooie drill gehad. Daar was hij weer. Kijk, vrede. Yes, jongen. Top, ik ben jongen. Echt, ik ben ziek bij me. Helemaal uit. Ja, zijn ze mijn jas? Zo, helemaal doorheen. Ja, we zijn helemaal doorheen. Lekker, Bik. Zo, jongens. Het gaat regenen. Weer is op slag. Het zit ver hengel gehad. Niet normaal. Dan, pak jij een schermnet. Oh, oh, oh. Dit is lekker. Oh, heel die kamer gaat verregenen. Zo, waar staat dat ding allemaal? Moken de mokers. Die ging echt hard. Lekker, man. Hangen? Ja. Soldaat. Lekker, nee. Fox. Oeh, nou, eerst even binnen krijgen. Nee, wat gebeurt er? Wat gebeurt er? Weer Steve. Wat gebeurt er? Zo'n harde run. Ja. Hoe lang zat hij eraan, denk je? Ja, dat weet ik. Ja, jongens, dit is bizar. Godverdomme. Johan Tinker Vis, Daniel Wilson Brasen. En echt, 5 minuten na, er zit er echt een grote karper. Ja, je ziet het regent, die weer is omslag, jongen. Het gaat meteen helemaal los. Dus dat is wel positief. Shit, jongen, het komt goed. Ja. Nou. Volgende blijft hangen. Tief, ik zei je nog tegen, je moet wel met een scherpe richt gaan. Hou je bek, joh. Net nieuw geknoopt. Kijk, de Ronnie. Ja. Gezeik. Wat zie je aan de rig? Niks. Niks. Grote man. Ja, volgende keer beter. Ja, dat hoop ik wel. Tiefes. Hey. Conclusie, de haken zijn. Ja, bof. Hou je bek, joh. Ik zei dat dit shit, hè. Hou je bek, joh. Als je een keer een run krijgt, dan zou jammer zijn als je hem dan verspeelt. Jammer zijn als je hem verspeelt. Dus zet nou een nieuwe rig erop. 6 nieuwe rechts geknoopt. Houd op je bek, joh. Maar lekker weertje zo, hè? Om te vangen. Nou, ja, je merkt meteen de weersomslag. Het gaat regenen opeens. En, 3 aanbeten gelijk. In een kwartier tijd. Ja. Het is bizar. En onze verspeelkoning. Nou, je bek. Ook weer aanwezig. Zo zie je het, hè, jongens. In Frankrijk verspeelde hij veel. Nu speelt hij veel. Het zal wel aan de rechts komen. Houd op je bek, joh. Jee. Zo, jongens, ik heb mijn hengeltje uitgevaard. Het is gelukkig weer een beetje uitgevaard, jongen. Uitgevaard. Het is gelukkig weer een beetje droog geworden. Dus het is nu aan de beurt aan Daniel. Ja, kijk eens. Braas op wie verspeeld en we gaan even uitvaren. Bootje vol. Het is wel een trickje, want hij zit aan het eind van zijn ratijn in de accu. Dus misschien dat Daan een nachtelijke zendtocht aan de overhoudt. Lekker, lekker. Maar misschien komt het goed. Yo, mazzel. Deze man zit nog steeds in mineur. Maar shit, het komt goed, jongen. Mineur, want Minerva. Jij hebt je lijn uitgeroepen, toch? Ja, ook uitgevaren. Langs het kantje netjes op een mooi plekje gelegd. Ja, weet je, we hebben heel veel activiteit nu al. Straks dan wordt het lekker rustig, dan gaan we slapen en dan gaat het sowieso af. Ah. Nice. Ah, jongens. Moet je eens eventjes kijken, hé? Is dat een mooie visje of niet? Eerst van het jaar zeker. Nee, ja, hou je bek. Nee, jongens, na die verspeelde vis is het extra lekker. Super mooie schub. En hij is al perfect gehaakt. Super scherpe onderlijn. Wiets en Daniel zaten nog wel leuk te doen dat mijn onderlijnen slecht waren. Ja, maar hij is prachtig gehaakt. Dit is nou een karper. En ik ben er super blij mee.
Ook lekker weertje. Ja, het gaat nu keihard regenen, dus we gaan snel een fotootje maken. Het is inmiddels ook al kwart voor twee. Dus, kwart over twee. Hij is een mooie warrel. Hij is heel karakteristiek. Het is een toppetje, jongens. Gaan we lekker slapen. Fotootje, nou, ik ken weer terug. Kleine doerak. Wel een oude bestandvis, hè. Hij is heel oud, zie je wel. Lukt het, jongen. Hey, lukt het, jongen. Ja, kijk, daar gaat hij. Nou, tot ziens, uit bestandvis. Leuke man. Dank je wel. Yo, goedemorgen. Het is ondertussen uurtje 4. Goedemorgen, zegt hij. Ja, het is goedemorgen, jongens. Uurtje 4, chatten die heeft beet. En we gaan daarna even heen lopen, kijken wat het is. Yes. Oh, we staan in de stromende regen. Het is god voor half even s'nachts. Jongen, hoe is het? Zo. Het regent hard, hè? Kijk, jullie staan er nu. Zo, ik ben helemaal zeikers dan. Wow, wow, wow. Dat is echt knol, kijk. Ha, weer een schip. Daar staan ze weer, hoor, de mannen. Yes. Dank je wel, Rick. In. Chat, nee. Dikke bak, dikke bak. Ja, ja, na de regenbui. Eén vis in de sling voor Chitten. Jij bent weg. En daar komen de mannen aanlopen. Goed, ze zijn allebei super klein. Oeh, dat is een dikke jongen. Hé, jij ook een lekker visje? Zwaar, een dikke jongen. Hé, hey, het is ondertussen uurtje of vijf. 5 uur 's ochtends, we hebben amper geslapen, ja, ja, enkel regen. Ja, een half uurtje max. Hé, samen op de foto. Wat doe jij? Ik voel een plas. Lekker, hè? Kijk, dit had ik net, hoef je allemaal over me heen. Wat dan? Wat? Deze plas. Hoe dan? Ja. Ja, ik weet niet, dat was niet lekker. Hij zou overbuiten. En alles kwam over je hoofd heen? Ja. Lekker, even douchen. Lekker. Laat het eens even zien, jongen. Kijk hoe die gaat zitten. Vissen gaan heel even het water in, een half uurtje. Ja. Zo het is licht en dan gaan we even foto's van de jongens samen maken. Hey, goeie. Dankjewel. Alsjeblieft. Ja. Het is echt, ik voel me eigenlijk helemaal niet moe, maar ik moet het wel zijn, want ik heb denk ik een half uur geslapen. Ja. Een hele goede morgen, jongens. We zijn weer wakker. Wietse die zit gelijk weer te vergeten. Yes. Daniel die denk ik helemaal, hoi. Helemaal awake. Hoi. Ja, ja. En? Ja, ik ben wel moe. Ja? Ik heb één vis gespeeld. Mooi spiegeltje voor de kant eigenlijk, toen schoot hij in de tak. Dat is wel jammer. Eén vis nog in de zin. Zit één in de zin. Daarom zeg ik ook dat het de ene zin is, maar ik weet niet of het zo is. Het is echt zo. En dat geloof me niet, het is echt zo. En dat rij je carpack. 3 brasems, dus we hebben echt veel geslapen. Helemaal top. Nou, de spullen worden ondertussen een beetje opgeruimd. Wietse en ik zijn hard bezig. We gaan zo meteen even alle vissen op de foto zetten. Yes. Onze maat, Chitten Vennesky. Goedemorgen, jongens. Jij blijft hier lekker de hele dag zitten, hoor. Ik blijf even een hele dagje vissen, gezellig. Lekker weertje. Ja, misschien van er wat. Dat kan altijd, hè. Lekker, mooi, lekker. Mooi. Ja, en ik ga naar huis de video editen, Wietse gaat werken. Ja, en dan gaan we even door naar het vissen, denk ik. Zo, ik ben moe, jongens. Jezus. Het is niet te werken. Nee. Ja, jongens, het is ongelooflijk. Deze man zat zo helemaal te pranken. Ja, nee, ik was serieus. En hij prankt dus helemaal niet. Kijk eens even kijken. Dat is een mooie, vind ik. Dat is een mooie uitzetten. Doe maar slow-mo, zo. We hebben geen slow-mo, joh. Oké, okay. Doe maar. Het is echt mooi, Rick. Nou, is niet super groot, maar tenminste wel een visje. Geen bleef mee. Kijk eens even dan. Echt een pareltje. Hij is denk ik net uitzetten. Mooi. Afgelopen jaar, vorig jaar of zo. Nou, hij is echt prachtig. Ik kan de andere kant wel even laten zien. Gast. Hey. Hij is mooi, hoor. Ja, vind je, hè? Kijk eens, nou, aan de andere kant. Hij is aardig druk. We gaan even snel foto's schieten, maar ik ga even zwemmen, want die gasten hebben ook nog 2 vissen in de sling liggen. Dat is zover om op te ruimen. Gaat zitten nog even eentje vangen vanmiddag? Nee, jongen, maar zwemmen. Opa. Ah. Kijk, jongen. Een beetje. Paaltje. Oh, ja. Jullie vissen erbij? Duim ze omhoog. Meneer, duim ze omhoog. Duim ze omhoog. Ja, goed zo. Ja, goed zo. Hoppa. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, mooie visie. Wow! Twee snoeken zijn het. Ja, jongens, mooi visie.
ik heb een grotere broer van die van Wietse. Hij heeft een grotere spiegel, dus dat compenseert. Maar ja, twee mooie puntgave schuppies. Op de Tijenleus kwam die van mij. Voor mij op de Altuna. Helemaal top. Dus, enkele 15 mm bolie. Het is genieten, jongens. Mooi productief dagje. Eindelijk weer een filmpje voor jullie geschoten. Laat ook even weten in de video of in de comments wat je ervan vindt. Ja, we zijn eindelijk weer eens met z'n drieën, dus dat was ook wel gezellig. Ik hoop dat jullie ervan hebben genoten. Dus wij in ieder geval wel. En we gaan het tussmaten. Toch weer die DFS-team drugsfoto's. Ja, die doet het, hè. Die doet hem. Ik had gewoon maar een nieuwe gepakt, want die vorige was er een beetje vanaf. En gelijk twee vissen. Het is genieten. Zet hier maar bestellen op de site. DFS-team.nl. Hoppa. Yes. Ja, ja, toch weer een gevulde mat, hè. Bam! Een mat en een morgen. Hoeveel vissen zijn het geworden? Vijf karpers. Twee brazen. Twee vissen verspeeld. Netjes. Nou, en twee uur slaap. En zeikersnap. Lekker. Kom. En zeikersnap. Ja. Oh. Hier zeg. Allo. Hoppa. Ik ging eigenlijk best wel soepel zo. Adios. Later maten. Jawel, jawel. Aan al het mooie komt toch weer een eind. Jongen, Wiet, hoe was het? Ja, we hebben genoten. Eindelijk weer gevangen. Ja, toch? Twee visjes. Jij? Het was fantastisch, jongen. Ik heb weer genoten. We hebben gelachen. Lekker, gevangen, lekker. Verspeeld, gehuild. Yes. En dan volgende week weer een nieuwe video. Zo is het. Of dinsdag of woensdag. Durf ik nog niet te zeggen. Duimpje omhoog. Abonneer voor meer. Kijk even op dfvistien.nl. En laat lekker in de comments weten wat je ervan vond. Dan is bij deze ons dienstschap gestreden. En dan geven we het stokje over aan Chit. Ja, wat zegt helemaal? Ja, jongens. Maak er een mooie dag van. Tot volgende week. De mazzel. Woehoe!